We gaan het hebben over de derde internationale Zuiderzee Barbecue Contest 2019. Aanstaande zaterdag vindt die plaats op het Scoutinglandgoed aan het Nulderpad in Zeewolde uiteraard. Ja. En over deze contest gaan we praten met René de Recht en met Anne Siepel. Welkom allebei, heren. <tieden> Dankjewel. Ja, Dank um, ik zag jullie binnenkomen, nou is het lunchtijd. Geen houtskool, uh, uh, houtskoolblokjes, uh, uh, geen, uh, geen, <tieden> geen hamburgertje, geen lekker soosijsje. Ja. Laten we het op communicatie houden in ieder geval dan. Ah. Ja, en tijd. En tijd voornamelijk, ja. Want jij, jij kwam al binnen en je zei, ja jongens, oké, okay, we, we kunnen allemaal even een zak en uh, zo'n goede starten kunnen we even het tevoorschijn halen. Geen probleem. Maar barbecue vergt eigenlijk een hele goede voorbereiding. Dat is misschien wel wat de meeste mensen vergeten. Nou, uh, het, het ouderwetse uh, hout uh, speklab cremeren. Dat, uh, ja. he, de, de grill zo snel mogelijk aansteken. Alle vlees erop, lekker veel vlammen. Vlamde en de, je, uh, hup. En, uh, de kip rauw van binnen gecremeerd van buiten dan uh, ja. s'avonds in de relatie met toiletpot opbouwen. Ja. Uh, dat is niet echt barbecuen. Nee, dat is sowieso grillen. He, hoge temperatuur. En met barbecuen werk je met een gesloten deksel. En uh, ja, een stuk langzamer, rustiger, veel te controleren. Volgens mij denkt wel iedereen te kunnen barbecuen, toch? Uh, ja, in, in, in Nederland denken we allemaal wel te kunnen barbecuen. Ja, toch? Ja, als we dat vuur aankrijgen en uh, mannen en die niet kunnen goed. koken, die staan wel altijd in de tuin te barbecuen. Dat is wel zo verband. Ja. 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 Wel, misschien juist ja, wel heel erg moeilijk is als je het echt goed wil doen. Uh, ja, ja het, het is inderdaad... Uh, nou, moeilijk is een groot woord, maar je moet wel weten wat je aan het doen bent. En uh, ja, uh, als je gewoon ermee bezig gaat en inderdaad die deksel gebruikt... Uh -huh. de, dan ja, ben je al heel ver. Ja, en uiteindelijk uh, moet je gewoon de tijd nemen voor barbecue. Dat is het vooral het belangrijkste. Ook al doe je wel grillen, dan moet je nog steeds de tijd nemen. Wat is het verschil tussen barbecue en grillen? Is grillen als de, als de deksel open staat en barbecue als de deksel nou, open staat? Nou, grillen is als je op hoge temperatuur je vlees bereidt. Dus als je zegt van nou ik ga even snel een hamburgertje klaarmaken mm -hmm. of ga een biefstuk op hoge temperatuur klaarmaken, dat is echt grillen. Yeah. En als je gaat barbecuen op een low en slow manier, dus een trage manier, yeah. ja, dan ligt je vlees gewoon een stuk langer op de barbecue en dan blijft het veel malsen en, en dat ligt natuurlijk ook aan het stuk vlees wat je gaat bereiden. Kijk, mm -hmm. een biefstuk moet je gewoon gaan grillen, die kan je niet uh, een uur lang uh, erop leggen want dan is die ah, zo. Kan... Ja, maar Dan ja, zit er geen smaak meer aan. Nee. Dan is het schoen Ze zeggen ook altijd dat het vuur moet gewoon weg zijn eigenlijk. Je ziet wel eens van die soort omgebouwde stoomlocomotieven. Als tot barbecue. Dat is eigenlijk het echte barbecue. Het vuur ergens anders. En op een andere plek dan zeg maar het eten ja, gaar laten ja. worden. Ja, dat is het indirect inderdaad garen van, van het vlees. En uh, inderdaad dan heb je het vuur of ergens anders. Of het ligt onder de stenen. Want wij gebruiken heat de in de barbecue. Wat Goh? zijn dat? Ja, heat deflectors zijn zo'n platen, zijn dat zijn stenen in onze barbecue. Ja. En die zorgen ervoor dat het vuur dus niet direct onder het, uh, onder het vlees zit. Okay. En dan krijg je dus hetzelfde effect als dat je met zo'n uh, zo offset smoker, zeg maar, uh, hebt. Uh, offset smoker? Ja, dat zijn allemaal ja, dan, termen. Ja. Ja, wij weten dat Dus een smoker waar het vuur dus inderdaad niet onder het oh, rozen zit, maar aan de maar naast. Precies. zit. Ja. Nou zie ik mensen ook wel eens met zo'n enorm gevaarte tegenwoordig uh, uh, in de weer. Zo'n ei. Zo'n groot groen ei. Zwaar zijn die dingen Mijn trouwens. gevoel ook veel te duur is, maar <laughs> keramiek. <laughs> <laughs> ja, keramisch ja. ja. Is, ja. Dat, is dat een andere manier van barbecuen? Of... Uh, nou, ik zeg eigenlijk altijd, als je een goede barbecue bent, dan kan je op elke barbecue je eten goed klaarmaken. Zelfs zo'n wegwerpdingetje? Ja, je ook zelfs past. op een Absoluut. wegwerp. Absoluut. Uh, echt waar, hè? Echt waar. Als je een goede barbecue bent, dan kan je dat gewoon doen. Ja, is, als je maar weet wat je doet. Ja, maar wat is nou de techniek van barbecuen? Uh, ik bedoel, ik, ik nodig Marco vanavond uit. Ik zeg, ik heb twee lekkere stukjes vle vlees, weet je. Wel. Poed pork en een stukje vis er ook bij of zo. W waar moet ik dan als eerste mee beginnen? Is zijn dat de goede houtjes of briketten of houtskool of gewoon hout? Nou, het, het begint natuurlijk met het goede stuk vlees. Hè. Dus ja. je moet een goed stuk vlees kopen. Die koop je niet bij de gemiddelde supermarkt. Die ja, koop je gewoon een lullig stukje vlees. Hoor. Nee, of een oh. goed stuk vis. En dan uh. zorg je ervoor dat die uh, in de goede kruiden zitten. Sommige stukken vlees hebben veel kruiden nodig. Sommige stukken vlees hebben juist heel weinig nodig. Want dan moet je echt het vlees proeven. Hmm. En uh, ja, dan moet je gewoon de tijd nemen. En of dat nou inderdaad is op een. Kijk, als jij niks anders hebt dan een, een barbecue zonder deksel. Ja, dan moet je nog meer de tijd nemen. Ja. Want ja, dan. Ja, vervliegt de temperatuur gewoon wat sneller. Ja. En op het moment dat jij die deksel hebt, ja, dan kan je zeggen van... nou, ik ga indirect beginnen en ik grill hem af of ik grill hem eerst af. Ja. En daarna laat ik hem op temperatuur maar komen. Maar ik, ik, ik heb de favoriete barbecue van Marianne Weber. Is, is, dat, een goed, uh, is dat een goed begin, zeg maar? Dan, dat is zeker een goed begin, ja. Dan heb ik ja. de helft al binnen. Ja, dan heb je, ja, dan heb je de helft al binnen, ja. okay. uh, Anne, jij bent dus de barbecuer. Jij, ja. doet, jij doet mee zaterdag. En, en wat wat René, jij bent zelf geen barbecue? Want je, je organiseert het of... ik, ik organiseer dit wel. Ik heb Waarom doe je veel, dit? Ik heb zelf een barbecue cateringbedrijf Oké. Okay. Eh, al een aantal jaar. En ja? op een gegeven moment uh, uh, ook lid geworden van, uh, van, van de KCBS. Hè? De, de, de grote overkoepelende organisatie uit Amerika. Um, uh, samen met een paar andere juryleden een wedstrijdteam ook opgericht, uh, wedstrijden gaan doen. En op een gegeven moment zei ik van, joh, met de catering uh, erachter uh, is het misschien ook wel leuk om een wedstrijd te organiseren. Ja. Nou ja, dat, uh, zo is het eigenlijk begonnen, uh, zeg maar, uh, ja, twee jaar geleden. Dit is het derde jaar. Mm -hmm. Het is al jaren ook eigenlijk dat er echt internationale wedstrijden worden uh, gehaald. Ja, hier, hier is het eigenlijk uh, nu vol, acht, achtste jaar. Ja? Acht jaar geleden is de eerste wedstrijd uh, door Harry Haviga uit Amerika uh, is de KCBS overgekomen om hier de eerste wedstrijd te sanctioneren. Um in Hoofddorp. Uh, ja, en, en dat is wel heel Europa ingegaan uh, als een olievlek. Ja. Want ik denk dat er dit jaar zo tussen de 30 en 40 wedstrijden in heel Europa zijn. Zo. Nou, ik heb het nooit begrepen. Mag ik dat eerlijk zeggen? Ik vind er dus helemaal niks aan ook. Ja. Nou ja, het is wel een beetje zo. We hebben tegenwoordig de meest bijzondere en mooie en innovatieve manieren om eten te bereiden. En wat doen wij als het mooi weer is? We gaan terug naar de middeleeuwen. Ja, geweldig toch? Ja, maar fikkie steken man spelen, hoor. Is dat het? Ja, ja het, 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 barbecue is natuurlijk wel een beetje spelen met vuur. En ja, dat is, dat is toch leuk? Ik vind het nog steeds heel erg leuk, hoor. Ja, nou, elke keer weer. Ja, nou, ik vind wel het, het buiten zijn dan... en weet je wel, een eten bereiden met elkaar ook... Dat, dat vind ik wel een soort maar dat is, van gezellig is ook... geheim van ja. een, een barbecue, toch? Ja, denk. maar ik, ik heb nooit zo goed begrepen waarom je eigenlijk die barbecue op zou zoeken. Want je zei net al, als je het een beetje verkeerd doet, dan zit je in een innige omstrengeling met je wisschepelt. Ja, 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 ik denk, denk dat, dat je vooral misschien wel het koken op het gasfornuis, dat doen we natuurlijk omdat het moet. We moeten eten. En ja. uh, dat doen we even snel en dan maken we even snel het klaar. En met barbecue is het, daar nemen we de tijd voor, daar nodigen we vrienden uit, ja. familie. Nou, je kent het wel. Ja. En eigenlijk moeten we zorgen dat het Nederlandse barbecue een beetje geüpgraded wordt. wordt. Naar het echte barbecue. En dus iedereen moet eigenlijk een barbecue hebben met een deksel. En echt leren barbecue wordt het kost Dan is tijd. nog beter dat, dat ja, ja. Daarom vind ik het niet leuk. Het kost zoveel tijd. Ik heb ja, een magazine. Ja, ja, maar uh, dat vindt iedereen. Maar, uh, maar uh, als je. Huh? Dat vindt niet iedereen. Nee, nee, nee. nee maar dat, dat is de reden. Ja, maar maar het... wie hou je van vissen? Nee, ook niet. Nee, nou ja, er zijn ook genoeg ja, mensen die gaan vissen, ja. dat snap ik niet. Nee, nee. is de hele dag naar complimenten, maar. Ja. <laughs> nee, maar dat is het. Dat waarschijnlijk nu ook die, die handel in barbecues en in verschillende soorten, grote uh, prijs voornamelijk ook. Dat dat nu echt wel een levendige handel aan uh, het worden is. Ja. Ja, er is, ja het, is geen, het is geen hype te noemen, want ik volg het al een poos en je ziet gewoon... de is dus al een jaar al, hè? Ja, ja, ja de, ja, de afgelopen jaren, vier, vijf jaar is het al aan het groeien klopt. en het blijft alleen ja. maar groeien. Dus het is niet een hype die weer overgaat. Ik, en ik geloof ook wel dat mensen het buiten koken wat meer ontdekken. Uh, en dus inderdaad wat meer passie vinden in het eten bereiden. Ja. En ik geloof namelijk niet... Er kan ook zeker passie zitten in het eten bereiden op het fornuis, alleen... Ja, als je het buiten doet, dat, dat geeft toch dat avontuurlijke eruit. Even, jongens, wat, ja, die wedstrijd hebben we het natuurlijk ja. over. Want daar hebben we het eigenlijk nog een moment over gehad. En de tijd dringt ook een beetje. Het is dus aanstaande zaterdag. Wat gaat er dan precies het gebeuren? Het is het niet... aanstaande zaterdag en zondag. Oké, okay, maar het begint zaterdag. Ja. Maar het is niet alleen maar die wedstrijd. Hè. Er, er gebeurt veel meer. Ja, er is, uh, wij proberen een wedstrijd neer te zetten... waar eigenlijk uh, voor het hele gezin uh, van alles te, te, zoen, te doen, te zien, te blijven... en te ruiken is en te proeven. Ja. Dus we hebben een horecaplein. Uh, we hebben dat... Uh, er wordt een, uh, een Dutch, work, uh, Dutch oven. Uh, Gietijzeren uh, pannen uh, workshop uh, gegeven op zaterdag en op zondag. We hebben onder andere uh, dat je met een uil op de foto kan. Er is een, een bij. Oh een uil, uil zo vliegend uh, oehoe dingen uh. ja. Met een Euroje uit de foto, ja. ja Terel. En die komen trouwens niet op de barbecue te liggen. Dat die uil, nee, nee, is dat nee, is dat niet lekker? een is hè? Dus dat mag niet. Oh, dat mag natuurlijk. Ja. Anders had je het graag gedaan, zeker. Ach, je, je moet alles proberen. Ik <laughs> Weet niet hoe, hoe het smaakt ook. <laughs> ja. Dus nee, maar er wordt, er wordt echt van alles georganiseerd. Ja. Uh, op zaterdagavond live optredens, uh, op zondag een, een blues-rockband die, uh, die optreedt en, Maar de wedstrijd zelf, die contest, is op zaterdag. De, Contest. We hebben uh, drie, eigenlijk drie wedstrijden. De eerste is uh, die begint vrijdagavond uh, voor de teams die aanwezig zijn, die eraan meedoen. Dat is de whole hawk, dus ja. heel varken. Ja. Um, die wordt zaterdag gejureerd. Dan hebben we zaterdag de steak cook-off. Nou ja, uh, rip-eye steak, die dan gedaan wordt door een aantal teams. En uh, de hoofdwedstrijd, de KCBS-wedstrijd, is van zaterdag op zondag. Oké. Okay. Dus die worden, zaterdags beginnen ze daarmee en zondags uh, wordt dat uh, gesureerd. Ja. Je zoekt zelfs nog vrijwilligers aan en zaterdag, zag ik. Is dat nog steeds zo? Dat is wel erg kort, dag, natuurlijk. Ja, nou ja. Het is altijd makkelijk om meer wat ziel, meer extra vreugde. mensen te hebben. Ja. ja, ja. En, uh, ja. Stel je voor dat je zegt: van, joh, Het lijkt me leuk om te komen kijken. En uh, misschien kan ik wat doen. Ja, meld je eventjes bij de organisatie. Uh, als we handjes nodig hebben. Ja. Dat is natuurlijk altijd goed. Altijd goed, ja. Wat ook erg leuk is, is trouwens dat we op zowel zaterdag als op zondag. een, uh, een proefbotjes systeem hebben. Nou. Waarbij de, uh, we een publieksjury uh, creëren. Heb je daar nou. nog mensen voor nodig? Uh, ja, zeker. Ja, nou, daar hebben we juist publiek voor nodig. Nou, nou, die uh, komt ja. meedoen, komt uh, proeven. en uh, daar een beoordeling voor geeft uh, ja. aan de diverse teams. Wie zit er in de jury eigenlijk? Zijn dat. Uh... Nou, van de wedstrijden zijn dat gecertificeerde jurleden. Ja. Het doen van zo'n wedstrijd uh, kost best wel wat geld uh, voor een, uh, een wedstrijdteam. Ja. Um, dan is het niet uh, fatsoenlijk om, uh, om iemand van de straat te plukken om te zeggen: joh, kom jij even jureren? Die misschien zegt joh, ik heb helemaal niks met barbecuen. Ik mm -hmm. Mm -hmm. noem ja. iemand die toevallig aanwezig is. Ja, ja, ja. Um, aan de andere kant. Uh, ja, je moet natuurlijk proberen om daardoor een uh, volledig gecertificeerde jury te krijgen. Ja, en, ja publiek jury die is dus niet gecertificeerd. Maar dat is weer een to dat totaal andere, natuurlijk ook. Uh, categorieën. Ja. Zeg maar maar ja. mensen doen dan wel een beetje zien wat er gebeurt bij zo'n ja. wedstrijd. Snap ik. Ja. Ja. Dat is wel ja. heel ja. leuk. Ja. Anne, hoe schat je de kans in voor uh, aanstaand weekend? voor jezelf of voor je team? Uh, nou ja, om heel eerlijk te zijn, uh, we, we hebben nog nooit een wedstrijd gewonnen, dat staat nog steeds op het plan. Nee. Maar, goed. Ja. maar uh, ja, ik hoop zeker dat we weer in de top 5 komen met. Spell-ups, ja. want dat is wel ons sterkste onderdeel. Ja, En voor de rest uh, ja, hoop ik op wat wolks, zoals we dat noemen in de barbecue-wereld. Dat betekent dat je geroepen wordt om naar het podium te mogen lopen. Ja. Om dus een prijs of een, uh, een aandenken in ontvangst te nemen. Ja. Dus ja, uiteindelijk gaan we hard ons best doen. Uh, er zitten, uh, hoeveel teams zijn er mee? René? Er zijn 31 teams die de KCBS zijn. Uh, ja, 31 oh, internationale yes. teams, dus uit heel de wereld eigenlijk, uh, die er zijn. Ja. Die zijn. Die zijn de beste? Nog uh, uh, ja, ja, uh, Amerikanen, ja. denk ik, of niet? Nou, Amerikanen zijn ook goed, maar als zij hier in Nederland met de competitie meedoen. Dan wordt het alweer lastig. Hè? Want dan moeten ze het doen met de Nederlandse producten. Oh, dan dan ja. is het en weer anders En een Nederlandse jury. Dus het is ook weer anders. Ja. Dus ja, daar is geen pijl op te trekken. Ik moet wel zeggen dat uh, nou, een bevriend team uh, IQ, dat ze, die doen het meestal wel heel goed. Waar komen die vandaan? Uh, uit Amersfoort. Maar het is een Amerikaanse ja. man, is het, maar hij woont uh, in Amersfoort. Ja. Ja. Dus die, die doet het ja. erg goed. Punch of Swines is er onder andere bij, ja. uit Engeland. Dat is ook een, een van de ja, best wel uh, sterke teams. Uh, Southern Dutch, uit het zuiden van het land. Hè, de naam zegt het al. Dit is uh -huh. ook een van de uh, teams die nog wel eens uh, hoog in de... In de ja. ja, maar goed, als je dan aanstaande week einde niet uh, in de top 3 belandt, dan is er wel weer een volgende keer toch? Dan is er die week daarna zit ik in uh, Dongen, dus ja. uh, dan oh. heb ik weer een kans om die sperps. Dat zijn in ieder geval, dat zijn jij beste sperps. Als je sperps eet bij jou, dat ja, is ja, als je sperps bij mij eet, dan wil je ze nooit meer in de rest. En wat wat is dat uh, nou inderdaad? Wat, wat, wat een, een goede sperp, daar valt het vlees gelijk vanaf. Ja, 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 voor de wedstrijd net niet, dus ze moeten nog net een bite hebben. Okay. Dus maar ik wil best een keer hierheen komen om een keer sperps te maken. Nou, dat vinden we keer leuk. Ja. Zullen we die afspraak maken? Ja, dat vind ik een goed idee. Ja, toch? Ja, Laten ja. we dat zeer zeker doen. Dan. zien we je morgen graag. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar dan spreken we het even bij de uitzending af. Goed, uh, René, heel erg bedankt voor je komst. Anne natuurlijk ook. Nou ja, we zien ze binnenkort terug. Um, mag ik dan ook meekomen? Pakken we een van mijn trailers mee? Ja, dat mag. Ja, dat vind ik wel leuk. Mag maar mag dat lekker. hier voor, de, voor het pand of achter het ja, pand? Ja, we, we hebben gewoon een parkeerplaats Achter het pand, ja? Ja? waarom niet? Tuurlijk. Ja. Ja, gaan we ja, stellen wij een al jury, jury samen? Ja, is goed. Ja, we hebben er al twee, dat is voldoende. Nou ja. Toch? Sure, Dat bedoel bedoel ik goed de ik formulieren. Goed zo. Ja, is goed. <laughs> is goed. Dank jullie wel. En heel veel uh, succes komend weekend. Veel ja. plezier.